Welkom sterke broeders bij weer een nieuwe video. Vandaag hebben wij een vraag van Ruben. En zijn vraag luidt als volgt. Als je zwaarder gaat tillen, kun je vaak minder goed focussen op de specifieke spier die je gebruikt. Mind-muscle connection. Is dit het waard, denk je? Of kun je beter iets lichter gaan en je goed focussen op het gebruik van de goede spieren? Dus, Ruben die wilt weten, wat is belangrijker, mind-muscle connection of kilo's en gewoon rammen met die kilo's en vlammen. Wat ik achter mij heb getekend is iets wat ik vind, iets wat ik persoonlijk belangrijk vind. En dit staat niet in boeken. Dit is van 0, 25, 50, 75 tot en met 100% in mijn ogen wanneer je focust op mind-muscle connection. Een bodybuilder, 100%. Een strongman, 0%. Ik zal niet zeggen dat het 0% is, iets wat aan de overdreven kant. Maar dit is om een beeld te creëren bij jullie. Ik vind persoonlijk dat een bodybuilder heel erg op mind-muscle connection moet gaan focussen. En een strongman wat minder. En een powerlifter zit daar net tussenin. Waarom? Als ik een strongman heb, als ik naar een strongman kijk, dan is het meer, hij heeft wat minder mind-muscle connection nodig. Wat hij wil is agressie, power, knallen, vlammen, hyped zijn. Gewoon losgaan, weet je. Als je een atlasstoon op moet tillen, je pakt die steen beet, handen eroverheen. Dan is het knallen, vlammen, explosiviteit. Een grote brede houten of een stalen lok, weet je. Staan en push, spring, push, uit. En dat is wat heel anders als een bodybuilder natuurlijk. Als een bodybuilder een variant van een overhead press doet, waarom zou hij zo explosief mogelijk gaan trainen? Ja, natuurlijk zijn er trainingstechnieken voor een bodybuilder waarbij dit handig is. Maar dit is niet de voornaamste focus. Als ik een bench press als voorbeeld neem. Die bodybuilder, het enige wat hij wil, is netjes gecontroleerd in het optimale geval, wat ik persoonlijk belangrijk vind, is 2 seconden op, 0 rustpauze, 2 seconden neer. Dus hij pakt die bench, 2 seconden op, 2 seconden neer. Lekker verzuren, lekker gewoon zorgen dat melkzuur ophoogt, zorgen dat die spier naar de kloten gaat. Strongman, heel anders. Als hij gaat benchen, hij wil kracht opbouwen. Eens wat hij wil, hij kan eventueel onder 1, 2 rust, uit. 1, 2 rust, uit. Een heel andere manier van trainen. Ik zeg niet dat hij helemaal niet op mind-muscle connection moet focussen. En dat een bodybuilder helemaal niet explosief moet zijn. Dat is niet wat ik zeg. Ik zeg alleen, je moet wat meer de nadruk ergens op leggen. En als ik het over een powerlifter heb, ja, die moet die woede, die agressie, die power, die moet hij kunnen opwekken. Alleen hij heeft natuurlijk wel een heel groot deel techniek nodig. Hij moet goed blijven nadenken, focussen. Dus in mijn ogen, samengevat, ligt het eraan aan welke sport je doet. Of je beter helemaal los kan gaan en de focus op kilo's. Of dat je wat rustiger aan doet en focust op die mind-muscle connection. Wat ik zie, wat ik lees, wat ik vaak tegenkom, is dat mensen de fout ingaan bij 3x12. Als jij een bodybuilder hebt, of iemand die op spiermassa treedt, die gaat 3x12 doen. Oké, om bij die bench te blijven. Hij bankdrukt. Haling 8 komt eraan. Het wordt zwaar, wordt zwaar. 9 komt er ook nog aan. Die traint hij ook nog. Alles is helemaal verzuurd. Schouderkoppen beginnen pijn te doen. Triceps beginnen pijn te doen. De borst is helemaal, staat in vlam. En dat moment ben je boven. 1, 2, rust. En dan wil je die 10e nog. En dan die 11e nog, je ellebogen die gaan wat omhoog, je nek begint wat te shruggen en dan die 12e knal je ook nog. En dan ja, dan heb je die 3x12 heb je gehaald. Maar ja, is dat echt wat waard? Weet je, als dan zou je dus kunnen zeggen, wat heel veel mensen doen, oké, ik doe er 2,5 kilo bij en de volgende training ga ik weer beginnen. En dan begint hij, laat zeggen, bij oefening, bij herhaling 6, begint die vorm al iets wat te verslechteren. Maar herhaling 7 of slecht, 8, 9, 10, 11. Misschien dat je er maar 11 haalt. En dat je denkt van,
11 is toch net 12 in principe. Ik gooi er nog een keer 2,5 kilo bij. En dan snap je vast al waar ik naartoe ga met dit verhaal. Eigenlijk was je vorm 2 trainingen geleden al slecht. Het had al geen nut meer. En die training erop begon het nog meer te verslechteren. En nu ben je op een punt aangekomen. Oké, eigenlijk slaat de helft van je training, de helft van de herhalingen, eigenlijk meer nergens op. En een strongman kan er iets wat meer mee wegkomen natuurlijk. Een strongman traint wat agressiever. En natuurlijk letten die ook op houding. Want wat wij zien van de strongmans op YouTube en op tv is een momentopname. Tuurlijk, tijdens die wedstrijden vlammen ze, knallen ze, letten ze wat minder op de vorm. Maar tijdens de trainingen letten ze ons nog hartstikke goed op de vorm natuurlijk. Dus in dat punt afhankelijk van hoe of wat. Sinds ik eigenlijk, om het voorbeeld van 3x12, wat mijn ervaring daarmee is. Ik deed dat vroeger ook, sowieso. Ik ben bij lange na niet perfect, gelukkig. Ik maakte ook 3x12 herhalingen en dacht, oké, herhaling 12 is gelukt. Yo, wat kilo's erbij en weer door. Maar nu, mijn doelen, dit kanaal gaat voor een groot deel over powerlifting / bodybuilding, maar een deel op powerlifting. Ik zit momenteel in een fase waarbij ik wat meer spiermassa opbouw, oftewel een bodybuilding type training volg, maar dit doe ik voor het powerlift. Maar het is alsnog een bodybuilding type training. Er waren er voor mij 2 oplossingen om dat probleem van die 3x12 op te lossen. Wat mijn ervaring daarmee is. Nummer 1 was dat als ik nu een bodybuilding type training doe, dan schrijf ik natuurlijk, als ik een schema voor mezelf maak, heb ik een richtlijn. 4x8 herhalingen, 3x12. Natuurlijk staat er bij mijn oefeningen nog steeds 3x12. Alleen als ik nu begin met bijvoorbeeld bankdrukken, het enige waar ik dan op let is tijd. 1, 2, 3, 4. En als ik dan train, zorg ik dat ik ongeveer minimaal 30 seconden mijn spieren onder spanning houd. En of ik nou 12 herhalingen doe, of 15, of 8, het maakt allemaal niet zo gek veel uit. Het enige waar ik dan op let is houding, oftewel tegelijkertijd mind-muscle connection. Dus ja, dat vind ik belangrijk. En als ik kijk naar wat jij zegt met, is het beter om op kracht te focussen? Al toen ik aan wat een halfjaartje geleden, zeg maar, dat programma begon. Vorige maand over ben geëindigd. Toen ik meer aan powerlifting, moet niet zeggen meer aan powerlifting deed. Ik doe nog steeds een powerlifting, alleen dit is een andere fase op dit moment. Als ik een powerlifting programma volg, dan begin ik laag. Ik begin lekker op 60% van mijn kunnen. Als ik 100 kilo kan bankdrukken, begin ik op 60 kilo. En het enige waar ik dan op focus is kracht. Explosief. Goede vorm. En natuurlijk kracht. Ik kom explosief omhoog. Ik zorg dat ik hype ben. Ik zorg dat ik agressie en woede in mijn training gooi. Dat ik er zin in heb. En zodat er iedere training 2,5, 2,5, 2,5, 2,5 of iedere week, afhankelijk van hoe ervaren je bent, dat er gewicht bij kan. Maar het advies, wat moet jij doen? Dat ligt natuurlijk aan bodybuilder, powerlifter, strongman. Hoe dan ook, altijd een juiste vorm. Altijd key point, gewoon bij alles wat je doet. Denk nou niet van, oké, strongman die trainen wat ruiger, dit en dat. Natuurlijk trainen die wat ruiger. Maar die jongens zijn belangen aan niet dom natuurlijk. Die weten echt wel hoe ze moeten trainen. En dat zijn momentopnamen. Train altijd met een perfecte vorm. Het is voor een bodybuilder niet nuttig om er iedere training 2,5 kilo bijvoorbeeld bij te doen. Waarom zou je gaan focussen op gewicht als je met 60% van je kunnen spiermassa aan kan maken? Dus als je 100 kilo kan bankdrukken, kan je met 60 kilo bankdrukken, kan je spiermassa aanmaken. Met 70 kilo kan het ook, met 80 kilo kan het ook. Is het allemaal even effectief? Mensen zoals mezelf, mensen die ook niet extreem gespierd zijn, hoef je echt belangen naar niet zoveel te kijken naar exacte percentages. Alles daartussenin bouw je echt wel spiermassa mee op. En als je een dag wat moeier bent, of als je een dag juist wat meer energie hebt, dan is het zonde om een lineaire progressie te maken met iedere training of iedere week 2,5 kilo erbij.
Terwijl, want als je die ene dag wat meer energie hebt, gooi er gewoon wat meer kilo's op, knal je, vlam je wat meer, als het maar met een goede houding is. Terwijl als je dan die powerlifter bent, tuurlijk, dan is het belangrijk om te focussen alleen maar op het krachtgedeelte, om die 2,5 kilo er iedere keer bij te doen. Maar dan volg je zeg maar een strikt programma. Als ik een powerlifter bij mij train, dan train ik aanzienlijk minder op gevoel. Je hebt een prestatie die je moet leveren. Je moet zorgen dat je goed eet, goed traint, goed slaapt. Omdat je weet, volgende training is 2,5 kilo meer, punt, uit. En met een bodybuilder, die kan dus natuurlijk lekker aanpassen. En die hoeft zich bij lange na daar niet zo op te focussen. Dus mijn ogen, mijn mening, bodybuilder, mind-muscle connection. Strongman, wat meer ruig, wat meer focus op kracht. En powerlifter zit ertussenin. Maar bij welke sport je ook gewoon doet, gebruik een juiste vorm. Wil je nou meer van zulke soort video's zien? Wil je alles te weten komen over krachttraining? Neem dan eens een kijkje op mijn kanaal. En voor alle trouwe abonnees zie ik jullie bij de volgende video.